Welkom weer jongens bij een nieuwe Bloomberg video. Ik ben echt super hyped voor vandaag. Omdat het gewoon alweer een paar dagen verder is. En ik heb in een vorige video verteld aan Pato wat mijn droom was. En hij is daarmee aan de slag gegaan. En ik ben gewoon heel erg benieuwd om dadelijk te gaan kijken of er al veranderingen zijn. Of er al iets van een attractie staat. Of dat het al een beetje lijkt op een attractiepark van natuurlijk Bloompark. Voordat ik daarheen ga, wil ik eigenlijk nog heel even een kleine update laten zien van een bunker. Het is niet per se mooier geworden, maar ik heb lopen hakken. Dus ik heb iets meer ruimte. En ik kan jullie beter laten zien wat het plan is van de bunker. Kijk eens, dames en heren. Dit stuk is uitgehakt. Het moet nog verder worden gehakt. Volgens mij nog één laagje als ik het goed heb. Kijken. Ja, volgens mij moet ik nog één laag eromheen helemaal hakken. En dan hebben we eigenlijk eenzelfde floor. En kunnen we precies hetzelfde doen als het dat we hierboven hebben gedaan. Maar dan compleet andere dingen. Dus misschien wat farmpjes. Misschien een boerderijtje. Een netherportaal kunnen we hier beneden gaan neerzetten. Dat is ook heel erg handig. En dan wil ik hier hekjes gaan plaatsen. Zo hier omheen. Zodat je niet valt. Op zich wel handig. Dus dit wordt gewoon... Ja jongens, dit wordt nog steeds gewoon zo'n vette bunker. Alleen, ik zie hier heel veel kool. Die wil ik eigenlijk pakken. Omdat we gewoon nog heel veel kool nodig hebben. Ik heb het niet veel. Het enige probleem is... En ik kan het jullie wel eigenlijk even laten zien. Zullen we het gewoon even doen. Hier beneden. Gewoon echt hieronder. Het is echt een ravijn van een 100 meter. Zeg maar, als ik hier naar beneden val, dan val ik dood. Dan ben ik gewoon klaar. Misschien kan ik het jullie even laten zien. Maar... Oké, niet hier. Wacht. Misschien was het meer... Meer hier? Ja. Kijk. Hier wil je niet naar beneden vallen. En nu zit ik hier te kijken. Ik weet niet of dit naar beneden valt. Nee, dit niet. Dit ook niet. Oh, dit is echt zoveel geluk. Oh, dit is echt top. Oké, dat vind ik fijn. Plaatsen we even dit ervoor terug. Zo, valt niet op. En zet de torch neer. En dan hebben we in ieder geval 323 kool erbij. En het is misschien ook wel handig. Want ik hak mezelf nu dat het omhoog. Even voor nu een klein trappetje neerzetten. Zo. Dan kan ik in ieder geval makkelijker uit en naar binnen. En hier staat gravel. Dit heb ik niet geplaatst. Of gravel, of is dit ook andesite? Dit is ook andesite. Vind ik raar. Ik heb dit niet hier geplaatst. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is geweest. Ik ben er niet geweest. Dus eigenlijk moet ik heel suspicious zijn dat iemand heeft gestolen. Maar ik had al gecheckt voordat de opnames begonnen dat niemand heeft gestolen. Dus ik weet niet. Het is een beetje raar waarom dat daar stond. Misschien heb ik slaap gewandeld. Ik weet het niet. Ik was het in ieder geval niet. Zover ik weet. Oh, ik ben zo stom. Ik klik op de verkeerde knop. Ik wil eigenlijk even die kool vast weer verspreiden over al mijn furnaces. Zo, hier mag wat in. Hier, ik moet echt een dag gaan minen, maar ik heb er gewoon geen zin in nog, jongens. Ik heb er gewoon nog geen zin in. Als jullie voor mij willen minen, laat weten. Dan doen jullie het maar gewoon lekker voor me. Ik moet ook weer even naar de boom kijken. En dus even naar het park. Boom en park. Want ik ben gewoon benieuwd of er al iets aan update is geweest in Bloompark. Deze moet ik ook echt onthouden, jongens. Ik moet hem onthouden om het dicht te doen. Want anders dan gaan er weer allemaal mensen hier speeden. Even kijken naar de boom hier. Dit is trouwens, dit heb ik nog niet aan jullie laten zien. Dit is een meubelwinkel van Jesse. Hij had een hele opening geregeld. En oh, ik zie wel weer, hij heeft weer spullen gevonden. Hij had een hele opening geregeld. Wacht, weet je wat? Ik ga gewoon even kijken. Ik plaats het zo wel weer terug. Hij vindt het vast niet erg. We gaan even spieken. Een opening geregeld voor zijn meubelwinkel. Maar iemand heeft gestolen. Ik heb niet gestolen bij deze. Jullie hebben het zelf gezien op video. Ik heb gewoon nog nooit hier gestolen, dus ik was het niet. Ten tweede, Pato denk ik ook niet, want die had al wat meubels in zijn oude huis. Ik weet niet, hij is heel aardig, dus ik zie het niet voor aan om te stelen. Dus laat het weten in de reacties. Wie denken jullie dat hier dan heeft gestolen van Jesse? Hij verdenkt mij blijkbaar, en Pato, maar ik heb het niet gedaan. Hier kan je dus een rode stoelen, een kastje. Ja, ik ga hier niet in staan, want ik heb ook geen... ja, ik heb één diamond bij, ik weet niet of jullie daar iets van kunnen kopen. Maar ik zet het even terug, zo. Oh, en dan ben ik hier nooit geweest. Haha. Maar dit heeft dus Jesse gemaakt. Een meubelwinkel. Die niet open is, helaas. Maar ik wil eigenlijk ook even langs die boom. Die lijkt nog niet gegroeid. Ik denk dus dat Jesse dit ook maakt. Ik vergeet hem de hele tijd te vragen of hij hiermee bezig is of niet. Maar ik weet niet. Het gaat zo traag dat ik nu weer niet iets van een update voor mijn gevoel zo zie. Ga eens even kijken op de iPad. Vinden wij iets bijzonders op de iPad? Hier niet. Op nummertje 3 ook niks. Oh, kijk, ik zie Jesse. Huh? Ik zie Jesse. Kijk.
Ik kan gewoon Jesse zien. Hij is in de stad. Wat zou hij doen? Hij is allemaal aan het raar aan het rondkijken. Hij is naar Bloomberg Sign aan het kijken. Ja, mooi hè. Die heb je heel mooi gemaakt. Dat weet ik. Maar waarom doet hij zo raar? Waarom bukt hij zo raar? Kijk nou. Wat is hij aan het doen? We kunnen gewoon heel even bespieden met Jesse. Daarom heb ik deze camera's natuurlijk gepakt. Hij staat nou stil. Een konijn van hem is ontsnapt. Zie je dat? Ah. Oh. Wacht, waar gaat hij heen? Hij gaat zijn huis in, denk ik. Hier, andere camera. Oh, nee. Ik moet weer de eerste camera hebben. Nee, verkeerde camera. Nee, ik pak de hele tijd de verkeerde camera. Oh, hij is in zijn huis. Volgens mij is hij is die konijnen aan het loslaten, man. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Nou, het boeit allemaal niet zoveel. Ik ga Jesse voor nu met rust laten. Dan gaan we nu even kijken of Bloompark al een kleine update heeft. Voorheen stond er een rode opening. Dat was tot nu toe het enige. Oh, kijk. Oh, hij is er ook. Pato is er ook. Kijk, er staan al wat dingetjes. Wat is hij aan het doen daarachter? Hij is daarachter. Pato! Ik ga hier gewoon wachten bij de ingang, hoor. Hallo! Hoi, Torben. Hoi. Mag ik al even naar binnen komen en kijken wat je allemaal hebt gedaan, of niet? Ja, tuurlijk, het is jouw droompark. Ja? Het is helemaal voor jou. Ja. Oké, even kijken of niemand anders hier... Oké, ga even kijken. Welkom in Bloompark. Oeh, wat staat hier? Bloembaan. En wat is dit? Dat wordt nog gemaakt. Dat wordt nog... Oh, dat is nog in, in bouw. Ja, precies. Okay. Dat is het volgende project. Dat wordt een hele mooie grote achtbaan. Oeh, achtbanen zijn altijd leuk. Oké. Okay. Ja, daarom. En wat hebben we nog meer? We hebben hier een basketbalspelletje. En dan kun je ijsjes pakken. En dan kun je erin prijzen winnen. Dat meen je niet, wacht. Oeh, oké. Welke moet ik gooien voor een prijs? Als jij in de meest linker gooit, dan win je een emerald. Oké. Ah, nee, dat was de middelste. Oké, nog een poging. Nee, oh, die was te laag, maar ik heb een kippetje. Kip. Oh, ja, dat vind ik het al waard. Hier, jij hebt gewonnen. Oeh, dankjewel. Kom, maar ik wil hem er nog wel één keer in krijgen. Oh, ja, oké. Okay. Pas nou, op, hoor. Oké. Oeh, bijna. We moeten wel nee. bovenin. Oh, nog een kippetje. Ik vind dat niet telt. En dan... Was die raak? Ja, die was raak, hè? Ja, dit is top. Raak. Oh, die arme kip. Hij zit vast. Kippetje! Oh, nee. Hallo. Kom maar, ik vang je op. Nou. Oeh, daar ging het keppertje aan. Nee, er komen vast nog wel meer kippetjes. Hier zo. Ja? Het springt al stil. Oeh, het springt al stil. Ja. Oh, gelukkig is de rij nu niet langer, want dat er helemaal niemand is. Springen. Eens even kijken. Wacht, minimale hoogte. Ja, ben je wel lang genoeg? Even checken. Je bent lang genoeg. Wacht, ik moet even mezelf zo neerzetten. En dan zo. Oh, het komt op mijn schouders, joh. Ja, joh, jij mag erin. Makkelijk. En dan nu? Dan kun je springen. Oeh. En dan werkt het echt? Oh, ik kan echt springen. Ja, en dan kan je hier naar beneden en dan... met de glijbaan. Oeh, ik kom eens even kijken naar de glijbaan. Wee! Oh, dit is leuk. Leuk! Oh, dit is top! En dan kan je hier eruit. Is dit de uitgang, zeg maar? Ja, hier kunnen de ouders wachten. Ah, tuurlijk. Oh, dit is zo gaaf! En wat heb je hier nog? Dit is gewoon decoratie. Dat is voor de hele kleintjes, die kunnen dan hier springen. Kijk jongens, kijk dan, dit is toch top. Pato, oh, ik ben al zo blij! Oh, dit is nog maar het begin. Oké, heb je nog iets? En als je honger hebt, hier is een food truck. Nou, ik heb op zich wel honger. Kunnen we hier lekker wat gaan zitten? Ik heb honger. Ja, ik heb honger. Kijk, waar heb je zin in? We hebben... Een broodje vlees. Een broodje, oké. Een broodje vlees. Oké, nou, dan gaan we dat even maken voor je. Oh, dit is zo ding. Zo, en die leggen we dan daarop. Kijk, hij is een broodje aan het maken. Kijken, die daarop. Even wat vlees bakken. Kijk dan. Zo. En dan is ik ga hier wel even zitten en zo. Dan hier... Even kijken, zo'n broodje. Wil je er ook wat drinken bij? Ja, lekker. Wil je water? Ja. Water is gezond, jongens. Heb ik hier voor jou een water en een broodje met vlees. Oh, wat ben jij toch een goede jongen. Dan ga ik er even van genieten zo. Zo even. Oh, ik heb alleen geen honger blijkbaar. Het kenteken van het busje? Het kenteken van het busje. Veto 532! Dat is leuk. Dat vind ik gaaf dat je die hebt geregeld. Speciaal opgevraagd. Ja, dit vind ik echt top. En wat is dit is gewoon een boom, denk ik? Ja, het is gewoon een boom. Kan je hier nog in klimmen en klauteren?
Dat wil ik er wel van maken, maar dat ben ik nog niet. Zover was ik wacht, nog niet. Wacht, kan ik niet zo? Kijk. Ik ik val hier af. Volgens mij kan je wel redelijk hoog komen al, hoor. Ja, je kan redelijk hoog komen. Zullen we eens even proberen? Kijken wie het hoogste kan komen. Zo. Ik denk dat je daar kan komen. Hoe? Oh, nee. Oh, nee. Ik ben eraf. Nee. Oeh, kijk hoe hoog ik ben. Ik ben hier. Oh, maar verder kan je eigenlijk niet. Nee, oh, jawel. Eigenlijk moeten we zorgen dat hij hier in de boom kan. Hè? Voor een soort van boomhut. Wacht, kijk. Als ik nou eens zo doe. En dan, oh, nee. Nee, eerst op dit houtblokje, dan deze. Oké, die volgende is een beetje lastig. Hier, zo. En dan nu, zeg maar, hierop komen. En dan weer op deze. Oh nee, dat past ook niet. Nee, dat gaat niet. Nee, oké. Hier zijn we druk in de aanbouw. De circus tent komt hier. Ah, moet de boom dan misschien nog niet een keertje weg? Ja, maar dat is het probleem voor later. Ja, oké, dat is waar. We zijn nu eerst aan de aanbouw. Wauw. Nou, dit is het tot nu toe. Ja, ik weet niet hoe lang je al bezig bent geweest, maar dit is echt ziek. Eigenlijk alleen vandaag. Ja, je hebt echt knijterhard gewerkt. Nou, dat was toch ook de bedoeling? We wouden toch bloempark maken? Ja, maar ik had gewoon niet... Ik had misschien verwacht dat alleen zeg maar zoiets er zou staan. Nou, maar je hebt gewoon al 3 dingen staan en een 4e in de maak. En er komt nog een 8-baan. En ik ben als een kind zo blij. Ik ben ook heel erg benieuwd of de mensen in de reacties eigenlijk al heel graag hier naartoe willen. Ik denk het wel. Kijk, dat vlees wordt nog gemaakt daar. Oh. Oké, weet je wel? Ik zal jou niet al te lang van je bouwen bezighouden. Dus ga maar door. Ik ben echt heel erg blij. Oh. Misschien dat ik je ooit nog een keer een super gaaf cadeautje geef als het eraf is. Ik ben benieuwd. Ja? Oké. Okay, succes, Patto. Doei. Doei. Oh, trouwens, Patto, ik heb nog 1 vraag. Oh. Ja? Even tussen jou en mij, hè? Ja? Ik heb niet uit de winkel gestolen, maar jij toch ook niet? Nee. Waarom zou ik uit de winkel stelen? Omdat ik bedoel, ik weet dat ik het niet ben. Ik weet dat ik jou kan vertrouwen. Dus ik zit na te denken of Jesse ons misschien aan het framen is. Dat hij, weet niet, dat hij één van ons weg wil krijgen of zo. Ik heb geen idee, maar er is gestolen. Maar wij zijn met z'n drieën hier in de stad. Er is niemand anders. Ik weet alleen dat hij net camera's heeft gekocht. Is de camera's bij jou gekocht? Ja, hij wou zijn winkel beschermen. Ik vind het allemaal maar een beetje suspicious. Ik ga hem ook maar gewoon een beetje in de gaten houden. Als jij hem ook een beetje in de gaten houdt, dan geven we elkaar maar gewoon lekker een beetje informatie. Ik zal hem een beetje in de gaten houden. Maar ik weet niet, hij komt hier af en toe langs. Voor dingen, maar... Komt hij hier langs? Oh, waarom komt hij hier nou weer langs? Dit is ons project. Stuur hem de volgende keer gewoon weg, ja? Ja, goed idee. Oké, top. Doei! Doei. Oké, dit is top. Jongens, ik ben echt de gelukkigste jongen op aarde. Er komt gewoon een heel park hier. En dit is alvast het kleine begin van Bloempark. Ik wil eigenlijk, net als dat Bloemburgbord, ook een Bloemparkbord. Van, hey, hier is Bloempark. En ik wil vooral een 8-baan. Want als ik een 8-baan heb, dan ga ik gewoon elke video vanaf dat moment even die 8-baan bezoeken. Dat is toch eigenlijk fantastisch. Ik vind dat echt een top idee. Dan ga ik even naar mijn kelder. Gaan we nog even een extra layer uitbouwen. En we moeten echt even gaan beslissen wat we overal gaan maken, man. Ik wil dat jullie even de reacties achterlaten. Want ik ga dadelijk, zeg maar, 1, 2, 3... Ik ga weer heel veel ruimtes hier hebben. Sowieso wil ik dieren hier. Ik wil een stukje met dieren. Ik wil een netherportaal. Wat willen we nog meer? Chest hoeft allemaal niet. Ik wil misschien iets van een automatisch farm. Iets wat automatisch mij dingen genereert. Waar ik ook kan verkopen desnoods. Want Jesse heeft eigenlijk een meubelwinkel. Ik wil eigenlijk ook iets hebben wat ik kan verkopen. Maar ik weet nog niet zo goed wat. Misschien kan ik kijken of we hier nog ergens toevallig in de buurt... Water. Of hier nog ergens in de buurt een spanner zou zitten. En dat ik daar een soort tunnel naartoe kan maken. Dat zou helemaal top zijn. Maar die kans achter klein. Kijk, net als de vorige keer in Bloemburg. Dat gebeurt niet zo vaak. Gravel hier ook de hele tijd. Oh, ja. En dat valt weer allemaal naar beneden. Ja. Dit valt allemaal naar beneden. Dat gebeurde toen ik dit eerst deed ook. Niet fenomenaal. Ook niet ideaal. Maar het hoort er eenmaal bij. Heb ik nog een shovel? Ik heb... Oh, mijn shovel die is echt bijna ook naar de Filipijnen. Het komt omdat hier de hele tijd zoveel gravel ligt. Kijk. Ja, je wil hier echt niet vallen, hoor. Dan gaat het echt mis. En dit moet even weer helemaal opgevuld worden. Oké, dan moet ik volgens mij nog deze kant opbouwen. Ja. En dan heb ik hem volgens mij helemaal uitgehakt. En ik zit ook nog te denken, ga ik hier de onderkant, ga ik dat nog van hout maken? Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Dan ziet het er allemaal zo steenachtig uit.
Maar dan weet ik nog niet welk soort hout. Als jullie dat ook even in de reacties achter kunnen laten. Wat is een mooie kleur hout waarbij ik de vloer kan gaan maken. Plafond ga ik wel daar steen houden. Maar deze vloer die kan nog wel hout worden op zich. Alleen moet ik even een goede kleur hebben. Wat een beetje een mooi tintje geeft, laten we het zo maar even zeggen. En nou moet ik deze nog eentje doen. En dan heb ik volgens mij hier een hele extra layer gebouwd. Gaat alweer de goede kant op. En dan ik moet ook weer heel veel hout gaan hakken. Want al die stronken, jongen. Die kan ik niet splitten door vier. Die moet ik allemaal gewoon één keer neerzetten. Maar we gaan de goede kant op. Bijna weer volledig hier neerzetten. Ik heb ook nog twee camera's. Die moet ik nog steeds ophangen. Misschien kan ik dat dadelijk wel doen. Alleen ik moet even denken waar ik hem ga ophangen. Weet je wel, ik ga dat gewoon nu nog doen. Oké, dit heb ik nu precies uitgehakt zoals ik het uitgehakt wou hebben. Ik ga nog even mijn camera's ophangen die ik hier toch heb. En ik moet mijn iPad even fixen, want er zijn camera's weggehaald. Jesse heeft volgens mij camera's van mij weggehaald. Toen hij die meubelrink heeft gebouwd. 2 is niks, die kunnen we weghalen. 4 is niks, 5 is niks. Kijk, ik heb er nou 3 hangen dus. Eens even kijken, ik heb er 2. Nou, dan gaan we even weer naar Bloempark. Ik denk dat ik hem hier hoog in de boom doe. Want hier hoog op de boom. Kijk, dat heeft heel uitzicht over Bloempark. Kijken. Dit is op zich wel een goede plek, denk ik. Als ik hier even mezelf omhoog bouw. Auw! Oké, dat deed pijn. Deze moet even weg. Dit is perfect. Ik hang hem hier. Hier hang ik hem neer. Dan link ik mijn iPad. Kijk, boom. Dan hakken we dit weer even weg. Dan gaan we eens even spieken. Of ik iets kan zien. Dit is nummer 2 nu. Kijk. Gaan we inzoomen. Oh, ik heb hier heel goed zicht over Bloempark. Nu wil ik er eigenlijk misschien nog eentje. Maar dat kan nu nog niet. Aan de andere kant of zo. Ja, we doen het nu gewoon even puur op de ingang. Dat ik kan checken of Jesse hier zichzelf niet de hele tijd gaat bemoeien. Dan vind ik het nu wel weer even mooi geweest. Ja, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het tot een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dan zit ik hier morgen weer bij een gloednieuwe video.